We gaan laten zien hoe je een steiger opbouwt met de Mobile Guard, de voorloopleuning van kusters. Je begint gewoon normaal, zoals je in 2017 ook een steiger opbouwde. Wij doen het nu zonder wielen. De eerste plank leg je niet bovenop, maar halverwege. Je mag tot 2 meter nog zonder leuning opbouwen. Boven 2 meter moet er eerst een leuning zijn voordat je het platform opgaat. Het tweede rek komt er bovenop. Met de borgpennen. We bouwen de steiger tegen de gevel op, zodat de gevelkant vrij blijft van stangen en leuningen. Nu pakken we de Mobile Guard, die verplicht is in 2018. Die klappen we uit. Die leg je bovenop. Dan een leuning om hem vast te leggen. Dan komt de plank. Nu kan je het platform betreden terwijl de leuning al gemaakt is. Diagonalen niet vergeten, wat wij hier dus wel deden. Nu mag je de Mobile Guard vervangen door een leuning. Eerst de leuning erop. En zo bouw je verder. De Mobile Guard kan los. Rek weer erbovenop. Mobile Guard weer ophangen. En het herhaalt zich.